We hebben het op dit kanaal heel veel gehad over beleggen. Maar zoals ik eerder ook al aangaf, ik wil graag meer, uh, meer onderwerpen over financiën behandelen. Het breder onderwerp financiën. Dus gaan we in deze video kijken naar wat Spaargeld in 2021, hoe ik daar tegenaan kijk. Want het is gewoon heel erg belangrijk voordat je gaat beginnen met beleggen dat je je spaargeld op orde hebt. En het is trouwens niet alleen belangrijk voordat je gaat beginnen. Het is gewoon altijd belangrijk dat je je spaargeld op orde hebt. Dus gaan we in deze video kijken naar hoe Nederlanders het afgelopen jaar hebben gespaard. We gaan dan kijken naar de spaarrentes van de afgelopen jaren op dit moment. En misschien ook wel een beetje een verwachting voor de toekomst. We gaan ook kijken naar wat je belastingvrij kunt sparen. En dat geld sparen je in principe geld kost. En dus uiteindelijk sluit ik af met mijn visie, welk plan, welke stappen ik gebruik om mijn spaargeld zeg maar, op te bouwen en ja, welke regels ik daarbij volg. Geef een duimpje omhoog tijdens deze intro, dan gaan we beginnen met de video. Dus je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, een video waarin we vandaag dus gaan kijken naar spaargeld, naar geld sparen, want eerder deze week was er een artikel op NOS met ja, eigenlijk het onderwerp van coronasparen en het artikel had de titel Corona sparen niet voor iedereen. 1 op de 5 Nederlanders zag spaargeld verdampen. We zagen vorig jaar namelijk dat Nederlanders, de Nederlandse huishoudens in totaal 46 miljard euro uh, meer zijn gaan sparen. Dat het spaargeld dus met 46 miljard euro toenam, wat bijna 2,5 keer zoveel is dat normaal zou zijn. En dat komt dan neer op ongeveer uh, gemiddeld 5800 euro per huishouden. Maar sparen is vooral afhankelijk van het inkomen, zien we hier ook wel. Want bij 35% van de huishoudens nam het spaargeld toe. Maar dit zijn vooral de huishoudens met een bovenmodaal inkomen. En bij huishoudens met een modaal inkomen nam het spaargeld met zo'n 40% toe. Maar kijken we deze grafiek verder. Dan zien we ook dat 36% van de huishoudens dat daar het spaargeld gelijk bleef. En dat bij 22% van de huishoudens zelf het spaargeld afnam. En van die laatste twee groepen waar het afnam of waar het gelijk bleef, zijn dat vooral de huishoudens met een lager dan gemiddeld inkomen. En er zijn drie dingen die we eigenlijk ook uit dit artikel weer ja, kunnen leren. Ten eerste dat hoe meer inkomen je hebt, hoe makkelijker het is om te sparen. Dat klinkt aan de ene kant heel erg logisch, want als je veel geld binnenkrijgt, is het makkelijker om wat geld apart te zetten. Maar je zult vaak ook zien dat mensen die veel verdienen, uiteindelijk ook veel uitgaven hebben. Ze hebben een hogere hypotheek, ze willen hun imago hoog houden. Dus ik denk dat vooral dat bij geld sparen het heel erg belangrijk is hoe jouw mindset is, hoe jij denkt over geld en dat je ook... Ja, altijd vanuit gaat eigenlijk dat je, wat je binnenkomt, dat je eerst een klein beetje apart zet voordat je de rest uit gaat geven. Een tweede punt dat we hieruit kunnen opmaken is dat mensen met lagere inkomens wat harder worden getroffen door een crisis. Dat heeft er natuurlijk vaak mee te maken dat zij werken in sectoren die door deze crisis hard worden getroffen. Of ze hebben niet zo vaak een vast contract, maar vaak wat tijdelijke contracten. Nou, die worden op zo'n soort momenten dan ook natuurlijk ja, ja, vaak niet verlengd, omdat het bedrijf kosten wil besparen in deze situatie, ook dat is heel erg belangrijk. En het helpt ook zeker mee dat daarom door deze situatie... bij deze gezinnen, bij deze huishoudens... het spaargeld niet toeneemt of zelfs juist afneemt. Maar het belangrijkste dat we hieruit kunnen leren is denk ik wel... het belang van spaargeld. Um, ja, niemand had eigenlijk corona zien aankomen. Tenminste, heel weinig mensen hebben het zien aankomen. Maar dan blijkt maar weer hoe belangrijk het is om spaargeld te hebben. Het is eigenlijk geld waar je niets mee doet... Tenminste, zo zie ik spaargeld, geld wat je apart zet voor moeilijke situaties. Situaties die je niet aan ziet komen, die je niet kunt plannen. En het blijkt dus maar weer hoe belangrijk zo'n ja, buffer is, zo'n financieel spaarpotje is. Want je weet niet wat er de komende tijd gaat gebeuren. Maar is het dan nog wel interessant om te gaan sparen? Nou, laten we daarvoor gaan kijken naar de spaarrentes. Want een jaar of tien geleden kreeg je altijd nog een paar procent op je spaargeld. Inmiddels is dat bijna naar 0% gedaald. Kijken bij de ING die geven op dit moment 0,01% tot 100.000 euro aan spaargeld. En ook de Rabobank heeft op dit moment 0,01% tot hetzelfde bedrag van 100.000 euro. En de reden voor deze lage rentes is, is dat banken gewoon niet zitten te wachten op jouw spaargeld. Dat klinkt op zich heel raar, want banken verdienen juist met het ontvangen van geld van particulieren. En dat bijvoorbeeld weer via hypotheken of via leningen aan particulieren of aan bedrijven uit te lenen. Maar het is gewoon zo dat op dit moment banken op andere manieren goedkoper aan geld kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlandse centrale bank, een Europese... Deze centrale bank. Waar ze ja, soms zelfs wel geld erbij krijgen wanneer ze daar geld lenen omdat er gewoon heel veel geld in omloop is en het is zelfs andersom zouden ze heel veel spaargeld aannemen en dat veilig wegzetten bij een centrale bank dan moeten zij daarvoor gaan betalen en dat is de reden dat je bank het gewoon een stuk minder interessant maken uh, om spaargeld te hebben en daarom dus juist deze enorm lage rentes gaan hanteren waardoor het eigenlijk ja, niet eens motiveert om geld op je bankrekening te gaan zetten en het ziet er zelfs nou uit dat dit toch wel een zo blijft dan deze lage rentes. Dat is aan de ene kant heel erg fijn, want je kunt goedkoop geld lenen, bijvoorbeeld voor je hypotheek. Maar als je spaargeld hebt, dan is het wat minder fijn. En we zien ook al een beetje een trend dan... Ja, dat de negatieve rente eraan komt. Eerst ging dat over een bedrag... mensen met spaargeld van meer dan een miljoen. Vervolgens werd het een half miljoen. Toen ging het naar 250.000 euro. En inmiddels zien we dus nu al banken... die vanaf 100.000 euro al een negatieve rente uh, gaan hanteren. En het zou zomaar kunnen dat we misschien dit jaar of volgend jaar... zelfs op bedragen onder de 100.000 euro... ook te maken krijgen met, met een negatieve rente. Wat dus eigenlijk inhoudt dat je gewoon geld gaat betalen om geld bij de bank te stallen. Maar laten we nog even gaan kijken naar het belastingvrije spaargeld... het gedeelte waarover je geen belasting hoeft te betalen. Altijd in ieder geval fijn dat er ergens een gedeelte is... waardoor je niet nog extra belast wordt. Gelukkig is dat dit jaar omhoog gegaan. Het gaat namelijk om het heffingsvrije vermogen in box 3. Wat betekent dat je dus nu meer spaargeld belastingvrij kunt aanhouden... In 2020 was dat nog 30.864 euro en in 2021 is dat gestegen naar 50.000 euro. Dat inhoudt dat je over de eerste 50.000 euro dus geen vermogensbelasting betaalt en als je een fiscaal partner hebt verdubbelt dat bedrag voor jullie samen dus naar 100.000 euro. Maar is sparen nog wel interessant als je zo kijkt? Ja, belastingtechnisch gezien wel, maar met de rente niet. En ik zeg dus ook nee, sparen is niet interessant, want Geld sparen kost geld. En we kennen allemaal die reclames wel van geld lenen kost geld. Maar het is dus ook zo dat geld sparen geld kost. Dat heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste, zoals we juist bespraken, die negatieve rente. Uh, die negatieve rente is nu nog vooral op hogere bedragen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat in de toekomst dat bedrag telkens verder verlaagd wordt. Wat dus zou betekenen dat je geld moet gaan betalen over je spaargeld. Maar ik denk dat ze dat bedrag wel zo gaan instellen dat mensen met een normaal spaarvermogen, zeg maar een spaargeld, dat die in ieder geval niet moeten gaan betalen. Want het ziet er gewoon heel erg uh, ja, slecht uit eigenlijk voor een bank. Wat veel belangrijker is eigenlijk, is de inflatie. Want inflatie is iets waar maar weinig mensen uh, zich mee bezighouden. En zeker wat ook niet zoveel opvalt, als bijvoorbeeld spaarrente. Inflatie is eigenlijk gewoon een middel vanuit de overheid om geld minder waar te laten worden. Op die manier uh, ja, motiveren ze jou eigenlijk om geld uit te geven wat goed is voor de economie. Dus je wordt eigenlijk standaard al een beetje gestraft. Om je geld te sparen. Overheden streven naar 1,5 tot 2% inflatie. Wat een stuk hoger is dan de rente die jij ontvangt. Waardoor je er eigenlijk standaard dus al 1,5 tot 2% op achteruit gaat. Alleen door de inflatie. Nou, hoe merk je dat? Zoals gezegd, dat merk je niet altijd direct. Behalve dat producten die jij koopt, dat die gewoon duurder worden. Stel, voor corona ging je met 10 euro naar het terras. En kon je daar misschien een biertje kopen voor 2,50 euro. Ik weet niet, klinkt dan misschien... Heel erg laag, maar laten we zeggen 2,50 euro. Dan had je van dat tientje kon je vier glazen bier kopen. Nou mogen we dadelijk weer naar het terras gaan. Blijkt een biertje in één keer 3 euro te kosten. Waarbij je met datzelfde tientje nog maar drie biertjes kunt kopen. Je houdt nog wel een euro over, maar dat vierde biertje zit er niet meer in. En aan dat soort dingen kun je goed merken dat er ja, sprake is van inflatie. Met datzelfde tientje. Want eigenlijk twee jaar geleden kun je nu gewoon minder kopen. Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat sparen niet interessant is. Maar dat het stiekem wel verstandig is. Want dan komen we namelijk aan bij het laatste gedeelte van deze video. En dat is mijn visie over spaargeld in 2021. Want we hebben inmiddels gezien dat sparen niets oplevert. Het kost je zelfs geld als je veel geld hebt. Of als je ook weinig geld hebt. Door inflatie kost het je geld. En toch raad ik iedereen aan om geld te sparen. Het klinkt een beetje raar. Maar ik zal het even uitleggen. Ik zie spaargeld namelijk niet zoiets als vermogensopbouw. Ik zie spaargeld voornamelijk als een buffer. Dat wil zeggen dat je geld achter de hand hebt voor situaties die je niet kunt plannen. Voor als het eventjes tegen zit. Dat kan zijn als je auto kapot gaat, als je wasmachine kapot gaat. Maar ook bijvoorbeeld als je je baan kwijtraakt. Of misschien wel minder inkomen krijgt door een crisis zoals de coronacrisis. Dan is spaargeld gewoon heel belangrijk, want het zorgt ervoor dat jij. Meer tijd hebt dat je rustig goede beslissingen kunt nemen. Omdat je gewoon geld achter de hand hebt om nog een tijdje ja, eigenlijk jezelfde levensstijl vol te kunnen houden. En de hoeveelheid spaargeld die je dan aan moet houden is vooral afhankelijk van jouw situatie. Ik zeg altijd minimaal 1000 euro of één maand aan kosten. Dus stel je hebt 1500 euro kosten in de maand, doe dan minimaal 1500 euro. Nadat je dat hebt opgebouwd, ga je zorgen dat je al je schulden af gaat lossen. Behalve de schulden met een heel lage rente zoals je hypotheek. Of je studieschuld, maar al die andere kleine uh, schulden die je hebt met vaak hogere rentepercentages, die ga je aflossen. Daardoor hou je, als je ze hebt afgelost, meer geld over, waardoor je, je eigenlijk je buffer kunt uitbreiden. Dus niet langer die 1000 of 1500 euro zoals ik net besprak, maar dat ga je uitbreiden naar misschien drie maanden, zes maanden aan onkosten. Ik zelf heb 18 tot 24 maanden, ben ik een beetje mee bezig, om dat nog iets uit te breiden. Juist omdat ik een paar maanden geleden mijn baan heb opgezegd, iets meer onzekerheid heb dus. Maar met zo'n buffer achter de hand kan het goed zijn dat ik een maand ja, goed inkomen heb. Als er een maand tegen zit is dat niet zo erg. Ik heb voldoende buffer om in ieder geval door te gaan, om mijn eigen niet daar druk over te maken. En als ik ergens beslissingen moet nemen, ook de tijd kan nemen om de juiste beslissingen te nemen. Als je die buffer dan hebt staan, dan komt de volgende stap en dat is eigenlijk een spaargeld voor de wat grotere uitgaven Denk hierbij bijvoorbeeld als je je huis gaat verbouwen of misschien zelfs een huis wilt gaan kopen waar je vaak zelf eigen geld mee moet nemen. Of misschien wel een vakantie als we dadelijk weer een vakantie mogen gaan houden in het buitenland. Dat zijn vaak bedragen, wat grotere bedragen. Daar wil je geld voor apart zetten. En welk bedrag dat is, dat weet je vaak zelf wel. En daar kun je ook naartoe werken. Maar als je dan eenmaal je buffer hebt opgebouwd. En je bent bezig met het sparen voor je doelen die je wilt hebben. Zoals die vakantie of die verbouwing. Dan heeft meer sparen geen zin. Tenminste, zo zie ik het. Ik denk namelijk, ja, we hebben wel gezien, het levert niks op, het kost je eigenlijk alleen maar geld. En ik zie spaargeld voornamelijk als een buffer, dus voor noodgevallen en niet voor vermogensopbouw voor de lange termijn. Want als we daarna gaan kijken is het gewoon veel interessanter om te gaan beleggen. Dat is de laatste jaren ook veel simpeler geworden, veel toegankelijker geworden. Heel veel mensen kijken er nog een beetje moeilijk naar. Maar in principe doet jouw werkgever of jouw pensioenfonds met jouw geld niets anders... Om je pensioen op te bouwen op de lange termijn. Gaan ze jouw geld ook beleggen? Dus waarom zou je het niet zelf in de hand nemen? Zodat je dan meer controle over hebt. En vaak ook nog meer rendement kunt maken. Omdat juist de kosten daardoor lager zijn. Maar het is wel heel belangrijk dat, mocht je gaan beleggen. dat je dat doet met geld. dat je de komende 10 jaar een beetje niet nodig hebt. Het kan namelijk zo zijn dat het dadelijk in één keer slecht gaat met de beurs. En dan wil je niet. Ja, geforceerd worden om te verkopen en dat eigenlijk een verlies te nemen. Nou, eigenlijk als je tien jaar op de beurs zit, dan kom je bijna altijd positief uit. Dus dan kun je ook, heb je de tijd om te wachten tot het weer beter gaat. En daarom is het zo belangrijk om eerst die buffer op te bouwen, dan nog wat spaargeld op te bouwen voor die grote uitgaven die je hebt, en daarna pas te beginnen met beleggen. Maar ik denk dat beleggen wel heel erg belangrijk is om vermogen op te bouwen op de lange termijn. En dat het zeker niet gaat lukken wanneer je geld gaat sparen. En zeker niet als we binnenkort een negatieve spaarrente gaan krijgen. En mocht je nou willen beginnen met beleggen, doe dan dat echt voor de lange termijn. Ga niet mee in de aandelen die je nu hoort, die nu heel erg populair zijn. Maar kijk gewoon wat je wil bereiken over 10, 20, misschien wel 40 jaar. Dat betekent dat je niet al te veel risico wilt nemen, dat je spreiding wil toepassen meteen, dat je de kosten laag wil houden, maar wel een redelijk mooi gemiddeld rendement wil halen, wat ongeveer 7% is en 7% is in ieder geval al meer dan de inflatie, dus je gaat er financieel op de lange termijn als het goed gaat in ieder geval ga je erop vooruit. En als je die punten aanvinkt, dan kom je vaak al bij ETF's uit die gewoon heel erg interessant zijn voor beginnende beleggers en wil je nou beginnen met beleggen? Ik koop mijn aandelen en mijn ETF's via de giro. Een link om gratis een account te openen vind je op onder de video en onder de video vind je trouwens ook links naar enkele video's die jou veel meer vertellen en uitleggen over hoe je kunt beginnen met beleggen en daarmee zijn we het einde komen van deze video mijn visie dus op spaargeld ik ben ook erg benieuwd. Hoe jij aankijkt tegen spaargeld, of hoe pas jij het zelf toe? Welke buffer hou je aan? En wanneer, van welk punt uit ga je zeg maar beginnen met beleggen? Uh, laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken? Vond je het een leuke, interessante video? Geef een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop jou weer te zien bij de volgende video.